Jean-Paul van Gastel, allereerst welkom bij NAC. Het is de eerste keer dat we jou spreken. Hoe zijn jouw eerste weekjes bevallen hier in Breda? Ja, heel goed. Lekker gewerkt met de spelers. Heel druk met mensen gesproken binnen de organisatie. Hoe het was, hoe ik het zou willen hebben. En wat we even kunnen toevoegen of gewoon zo kunnen laten. Dus eigenlijk hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Kun je nog heel kort even je keuze toelichten voor NAC? Want ik kan me voorstellen dat NAC ook misschien een schrikbeeld oproept na dat weer een zoveelste trainer was vertrokken. Nou, bij mij riep het geen schrikbeeld op hoor. Want zoals je weet natuurlijk hier opgegroeid. De keuze, NAC is natuurlijk een aantrekkelijke club voor een trainer om te leiden. En die kans kwam voorbij. Ja, en ik zag de uitdaging daar wel in. Buiten het feit natuurlijk dat de emoties die eromheen spelen. Vroeger hier opgegroeide en mijn familie. En dat is dan een bijkomend iets, maar wat eigenlijk van ondergeschikt belang is. Maar gewoon aantrekkelijk, uitdagende club. Mooie uitdaging. Wat trof jij hier eigenlijk aan? Ja, hoe was het de staat van de selectie toen jij hier binnenstapte? Nou ja, goed, je kunt je natuurlijk alles bij voorstellen als een trainer ontslagen wordt. En als er veel blessures zijn, als er de druk van promotie, of in ieder geval de wil om de promotie te bewerkstelligen, dan kun je alles bij voorstellen hoe zo'n groep is. Dus je probeert rust, stabiliteit, vertrouwen, dat zijn eigenlijk dan de eerste dingen waar je mee aan de gang gaat. Mensen op de werkvloer. En dan komt natuurlijk bij dat je nog moet voetballen. Nou goed, daar zijn we ook mee aan de slag gegaan. En mijn ideeën daar geventileerd aan de jongens, naar de staf. Ja, en dat moet dan uiteindelijk uitmonden in wedstrijden gaan winnen. Je hebt je ideeën uitgelegd. We zagen bijvoorbeeld afgelopen maandag een 5-3-2 systeem. Nou, later wordt dat ook wel een beetje gewisseld. Is dat een beetje dan jouw hand? Of hoe moeten we jouw hand als trainer zien? Nou, nee, ik ben heel pragmatisch wat dat dan gaat. Kijk, ik kwam hier binnen. En dan ga je kijken wat je tot je beschikking hebt. Voor de korte termijn. Ja, dus dan ga je kijken van ja, hoe kan ik nou deze jongens het beste in de kwaliteit brengen, laten samenwerken, veel doelpunten tegen gehad. En dan in mijn optiek kwam dit eruit, omdat ik denk dat dit op dit moment zeker goed past. Ik wil niet zeggen dat ik eraan vast blijf houden, het ligt een beetje aan wat we terugkrijgen en op welke termijn en wat dan weer voor hun beschikbaar is. En dan het beste team, of dat dan ook dit systeem is, ja, dat weet ik nog niet. Wat omschrijft jouw voetbal dan wel vooral? Nou ja, ik wil gewoon voetballen. Ja, ik wil voetballen. En, dus daar ben ik ook heel veel mee aan de slag gegaan. Dus we hebben elkaar nodig. Dus als ik de bal heb, dan moeten er mensen gaan bewegen zodat ik mijn bal kwijt kan. En als ik de bal aan iemand geef, ja, dan moet er iemand weer hem gaan helpen. Dus je moet alweer vooruit gaan denken. En dan noemen we dan de derde man. Nou, enzovoort, enzovoort. En, dus dat is één. Ten tweede is, vind ik, maar dat zit ook in mijn karakter, is de weerbaarheid en de agressiviteit. Duels willen winnen, nou ja, dat is eigenlijk de basis van het voetbal in mijn optiek. Ja, en dan proberen daar goed bij te voetballen. Ik kan me voorstellen dat het ook wel wat tijd nodig heeft natuurlijk. Je kunt natuurlijk niet gelijk maandag een perfecte show weggeven. Dat zal morgen uiteraard ook nog niet gelijk gaan. Hoe schat je die tijdsbestek in of hoe probeer je dat eigenlijk te implementeren zo stap voor stap? Nou, wat je zegt, dat klopt helemaal. Het is een beetje afhankelijk van ook wat er terug gaat komen. Hè. Welke posities dat je meer mogelijkheden krijgt. Dus ja, ik heb nu Garbert en Staring zijn nu terug. Dus dat maakt mijn keuzes kunnen op het middenveld kunnen wat breder zijn. Dus waarin je speelwijze ook ietsjes kunt in detail veranderen. Meer mogelijkheden kunnen andere dingen gevraagd gaan worden. Ja, dat is echt iets wat je nog nodig hebt nadat die blessuregevallen terugkeren? Nou, dan is de selectie dermate op orde dat de mogelijkheden ook veel beter zijn. En dan moet ik gaan kijken van wat is het beste team. Maar dan komen er wel, hey, bijvoorbeeld Omarsson die is er nog even weg. Eme is nog even weg. Dat zijn jongens met specifieke kwaliteiten. Nog meer jongens hoor, dus ik noem even twee nu. Ja, die dan wel iets toevoegen met hun kwaliteiten aan zo'n elftal. Ja, ik kan me voorstellen dat je daarop wacht inderdaad. Morgen wacht Groningen, wat is jouw beeld van die ploeg? Nou ja, kijk, Groningen is natuurlijk gedegradeerd. Dus dat is ook een team of een club die eigenlijk heel graag weer zo snel mogelijk terug willen. Wat moeilijk te bespelen is. Dus een systeem wat in Nederland niet veel voorkomt. Maar ik denk dat we in balbezit wel mogelijkheden
kunnen vinden om in onze kwaliteit te kunnen spelen. Maar als zij de bal hebben, dan zullen we daar moeten we goed op elkaar afstemmen, zeg maar, qua organisatie. Het is lastig te bespelen. Wat kun je daarin meenemen vanuit maandag? Dat we wat hoger op het veld kunnen gaan staan. Van achteruit hebben we natuurlijk een man over, die kan wat eerder doordekken. Die nuances zitten eigenlijk dan daarin. De club heeft gezegd, de ambities, niet dat we moeten promoveren, maar de ambitie is natuurlijk om dit jaar te promoveren, bij de eerste twee te eindigen. In hoeverre zie jij nog dat als een realistisch doel? Ik vind dat een club als NAC dat ook uit moet spreken. Soms is het te realistisch, soms is het onrealistisch. Maar ik wist aan de voorkant, heb ik met NAC gesproken. Nou, er waren een aantal dingen en er was dit ook bij. Tot de laatste dag, meedoen om promotie. Nou, daar gaan we proberen alles aan te doen. En of dat lukt, ja, dat weet ik niet. Maar daar gaan we wel onze stinkende best voor doen. Want ja, dat is uiteindelijk wat we allemaal willen. Dus wel werk aan de winkel dan? Ja, maar dat is ook de uitdaging. Dat is ook heel leuk. Ben je niet geschrokken dan uiteindelijk wat je nog aantreft? Dat je denkt van, ik heb me toch vergist dan hierin. Dat ik deze ploeg misschien toch niet zomaar even naar... Ja, zomaar even lux is natuurlijk sowieso niet. Maar deze ploeg al snel op de rit krijgt richting die bovenste plekken? Oh nee, helemaal niet. Nee. Ik wist al waar ik aan begon. Maar we moeten ook niet vergeten dat tegenwoordig in de KKD spelen. Het is echt zwaar. Hè? Het is heftig. Hè? Als je ziet welke clubs er op dit moment en vorig seizoen ook in de KKD spelen. Ja, je moet flink aan de bak. Dus dat valt ook niet mee. Nou, morgen in ieder geval je eerste avondje NAC als trainer. Ja, ik zie je al een beetje glimlachen. Daar kijk je naar uit, denk ik. Jazeker. Ja, vind ik geweldig. Ja. Nou, dan is er van tevoren een vuurwerkshow. Zullen we afspraak maken dat we ook vuurwerk op het veld gaan zien? Nou ja, wat mij betreft wel. Dus dat is wel de bedoeling. Ik hoop dat het ook gaat lukken. Heel succes, trainer. Graag gedaan.